Yvonne Koldewijer is een prominente Nederlandse vrouw geworden. Grappig dat je die naam kent. Ja, dat ik dat weet. Dat is al een godswonde. Heb ik van Emma Wortelboer geleerd. Ja. Zij is een, hoe heet dat ook alweer? Influencer. Ja. Nee. Ja, een, ja. Op een juice kanaal. Ja. Juice, dat ze het heet. Het is sap. Hè? Ja. Dat klopt ook. Het is onaangenaam sap. Giftig sap is het. De nieuwe roddelkanalen wordt het ook wel genoemd. Precies. Ja. Ja, we hadden allemaal RTL Boulevard en we hadden shownieuws en privé. Ja, en die bleken dus gewoon nog weer te netjes te zijn. En dit is nog weer helemaal zonder enige vorm van check of double check. Of hoor en wederhoor, lul je maar een eind weg. En dan bovendien al die rare mensen waar dat over gaat. Dat je ook denkt van, ja, zou het niet verstandiger zijn om die zoon van André Hazes in een psychiatrische inrichting op te nemen? Ja. Lijkt mij van wel. Maar hij speelt in deze wereld speelt hij een prominente rol. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ik zat nog bij een radio-uitzending, dat is jaren geleden. En er zat een ander iemand die nog ouder was dan ik, dus dat zegt wat. En die bleek op eigen kracht met het openbaar vervoer naar de studio in Hilversum te zijn gekomen. Ik zei, meneer, ben ik goed stink. Het was niet Mart Smeets. Nee, het was zeker niet Mart Smeets. Ik weet niet, het was een politieke kwestie. Ik zei, meneer, u bent niet goed stink. U bent een bejaarde. En u moet bij zo'n gelegenheid u wordt gebeld. En dan zegt u, ja, ik wil best komen om commentaar te spreken. Maar dan word ik opgehaald per taxi en ik word teruggebracht per taxi. Je bent niet goed als je met het openbaar vervoer naar Hilversum gaat. Ja, Smeets deed dat ook want altijd. Dan moet je eerst naar Utrecht. En dan moet je van Utrecht je met de stoptrein naar Hilversum. En dan moet je bij het Mediapark uitstappen. En dan moet je nog een hele eind lopen. Dan ben je toch niet goed als je dat doet. Nee, maar Mart Smeets deed dat altijd. Daarom moest ik aan hem denken. Die ging bij het openbaar vervoer. Ja, die had geen rijbewijs. Die kon niet rijden. God, die hoort dat wat interessant. Daar had ik bij Smeets niet direct gedacht. Dat is ook een reportage. Ik had tal van collega's die ook geen rijbewijs hadden. Ik vond het altijd een beetje, een beetje stom eigenlijk. Je bent enorm onthand zonder rijbewijs in een samenleving als de onze, die toch voor een belangrijk gedeelte steunt op het autoverkeer, laten we eerlijk zijn. Zeker nu de NS het. De NS is nu bezig eigenlijk stapsgewijze eigenlijk de zaak af te bouwen. He, zodat ze tenslotte, ik schat over een jaar of 5, 6, zeggen jongens, sorry hoor, maar het heeft echt geen zin meer. Het is er geen rendement meer te halen, we sluiten de tent. He, we stoppen ermee. Ja. En hopelijk kom je ook weer terug. Want stel dat je daar dat het misgaat, dan moet je achterblijven in Amerika. Ja, zeker. Als ik dan besmet raak of zo, dan moet ik daar in quarantaine. Ja, dat is wat. Maar goed, dat moeten zij allemaal regelen natuurlijk. Dat begrijp je. Het is wel een heerlijk gevoel dat je gewoon lekker overal naartoe wordt gebracht. Dat ja, je weet dat er in je verzekeringspolis staat zelfs dat je verzekeringen dekt ook eventuele medische behandelingen in de Verenigde Staten tot een maximum van 5 maal de gangbare Nederlandse prijs. Dat geeft je een beetje een beeld van hoe je in Amerika wordt opgelicht als je medische handelingen nodig hebt. Ja, ja. Wanneland is dat ook. Kun je beter niks krijgen, ja, dat klopt. Jongen. Ja, heb je nog dat meegekregen van, want deze week zijn die verhoren afgerond, hè? Ja, die mevrouw die was fantastisch. Hè? Welke mevrouw heb je erover? Ja, die mevrouw in die witte jurk. Hoe heette ze? Fish, nog iets. Maar wat vertelde ze? Nou, dat was dat al die woede-uitbarstingen van Trump. En dat hij er eigenlijk heen wilde en zo. En dat hij tegen zijn chauffeur had gezegd in de SUV. Van nee, ik wil naar het congresgebouw. Ik wil niet naar het Witte Huis terug. Dat hij in woede was uitgebarst en dat hij een hamburger tegen de muur had gegooid met bord. En dat de ketchup langs het behang van het Oval Office naar beneden droop. Nou, dat leek me echt. En denk je ook meteen, hoe krijg je dat weer weg, die ketchup? Nee, dat valt niet mee. Ja, nou ja, dat wat eigenlijk bleek is dat hij. Kijk, deze hele gang van zaken, laten we ervoor opstellen. Het is prima georganiseerd dat dit hele commissie werkt, dit hele onderzoek. En waar dat heen moet. Maar het zijn uiteindelijk allemaal dingen die we natuurlijk al lang en breed wisten. Hij is gek. Hij is echt vrij ernstig gestoord. Alleen, dat maakt eigenlijk de zaak nog veel treuriger. Dat iemand die vrij ernstig gestoord is, in ieder geval tientallen miljoenen stemmen heeft gekregen, waardoor hij in dat idiote Amerikaanse systeem tenslotte president is geworden. In januari van het jaar 2017, punt 1 en punt 2, dat hoe gek die ook is, dat hij nog een hele brede,
nogmaals weer uit tientallen miljoenen mensen bestaande aanhang heeft. Dat is vrij... Ja, dan begin je ook te begrijpen eigenlijk dat in de democratie zelf schuilen enorme gevaren, in de zin dat we er altijd van uitgaan dat de kiezers in principe redelijke mensen zijn die redelijk hebben nagedacht, die tot redelijke politieke standpunten zijn gekomen en vervolgens redelijk electoraal gedrag vertonen. Maar dat is een ingrijpende misvatting. Het zijn de kiezers die al die gekken aan de macht helpen. Het zijn niet hogere krachten of de boefachtigheid van de personen zelf. Die is er ook wel. Het zijn wel schurken. Maar goed, daar wordt op gestemd, op schurken. Op Orbán is gestemd. Op Kaczynski is gestemd. Op Poetin is gestemd. Op Trump is gestemd. Op Erdogan is gestemd. Het is niet zo dat ze... Nee, dat is juist de tragiek. Dat hier overal achter het monster van de ontsporing van de democratie schuilt. Hij wilde ze toch ook bewapenen, al die demonstranten, Trump? Niet alleen wilde hij ze bewapenen, een deel was bewapend. En daar had hij helemaal geen bezwaar tegen, want zei hij, ze moesten ook niet onderzocht worden of ze bewapend waren, want dan moesten ze door zo'n poortje. Nee, dat was helemaal niet nodig, want zei hij, mij doen ze geen kwaad, ze zijn voor mij gekomen, ze zijn om mij te helpen om deze gemene achterbakse manier om mij de verkiezingsoverwinning te ontstelen, om die ongedaan te maken. Maar hij heeft ze niet zelf bewapende leiding, toch? Nee. Maar goed, je hebt die menigtes toch wel gezien. We hebben veel materiaal gezien. Laten we eerlijk zijn, zonder uitzondering evidente totale gekken, toch? Ja. Weet je nog, die man met die muts op en die... Met die bijl bijna, of met die knots. Ja, god, het is van een treurigheid. Carnavalesk was het bijna. Ja, carnavalesk. God, ik bedoel, wat daarbij vergeleken is, carnavalpeer, stelt niks voor. Nee. Michiel Vos, die nu ook meedoet aan De Slimste, die stond daar volgens mij tussen. Die heeft daar nog filmpjes van gemaakt. Ja, zeker. Zeker. Hij heeft mij dramatische verhalen verteld. Hij was daar echt heel dichtbij. Want hij is de schoonzoon van Pelosi. En die zat binnen toen op dat moment. Zeker. Ik kan me nog herinneren, hij vertelde iets dat zijn, want natuurlijk zijn kinderen en de dochter van Pelosi, die volgens mij waren die daar ook in de buurt. Ja, zeker. Zijn zoon, als ik het maar goed herinner. Zeker. Ja, dat heeft hij verteld. Was vrij angstig. En hij heeft me inderdaad een keer van die filmpjes laten zien dat hij ertussen staat. En dan is het nog veel heftiger, want van die camera's die staan op afstand, maar hij stond ertussen. Tussen die menigte. Ja, nogmaals. De democratie zelf. Als de democratie teloor gaat, wat ik niet uitsluit, dan is dat in essentie het gevolg van het feit dat het basale uitgangspunt van de democratie, namelijk dat kiezers in principe redelijke personen zijn, dat is onjuist. Het is maar hopen dat ze op enige wijze zodanig in, laten we zeggen, georganiseerd zijn, dat ze zich niet al te gek kunnen gedragen. Het feit dat de BBB-mevrouw nu op wat als het 13 zetels staat of nog meer. Was heel blij mee. Ja, daar geloof ik graag. Meteen twitteren. Dat ze daar blij mee was, daar geloof ik graag. Nog afgezien van wat precies de waarde is van dit soort van tussentijdse metingen. Maar het geeft ook aan de, laten we zeggen, totale geestloosheid waarmee mensen verdwaald zijn in het democratische landschap. Dat ze bij elke nieuwe gek die door de media te paard wordt geholpen, zijn ze weer bereid om een omvangrijke beweging op te starten. Hè? Waarschijnlijk wel deels ten koste van al die andere halve garen bewegingen, maar toch. Ja, en ondertussen wordt dat politieke midden, niet waar, van wie je toch het min of meer normale bestuur moet komen, dat wordt smaller en banger, met alle gevolgen van dien. Maar denk je dan echt dat de democratie ten onder gaat? Ik sluit het niet uit. Maar waar dan? Ik sluit een soort in Amerika? Nou, dat kan hier net zo goed gebeuren. De democratie heeft zich niet positief ontwikkeld in de afgelopen, zeg, 3-4 decennia. Dat kun je toch met de beste wil van de wereld niet beweren. En we hebben het daar wel eens eerder over gehad. De tragiek natuurlijk is, hoe gek dat ook klinkt. Ik hoor zelf tot de mensen die dolblij waren dat die verzuiling dat die opgedoekt werd en dat die met de vuilnisman is meegegeven. Maar achteraf moet je constateren, die verzuiling had het grote voordeel dat grote groepen van kiezers in feite gebonden waren aan stabiele institutionele structuren, namelijk de zuilen, en dus ook vrij traditioneel en voorspelbaar stemden. En nu heb je het gevoel dat veel kiezers volledig de weg kwijt zijn en in feite reageren op basis van
al die idiote sentimenten die door de media gewekt zijn. En daar hebben we dan nog bovenop de sociale media gekregen die nog veel onredelijker zijn. Omdat daar natuurlijk geen sprake is van enige vorm van structuur of redactie. Elke idioot kan zijn mededelingen daarop zetten. En dat is, zoals iedereen weet, ook dagelijks het geval. Oké, dus als die democratie ten onder gaat, dan spelen de media en de sociale media daar een rol in. Ja. In zekere zin denk ik dat de media een essentiële rol... En dan bedoel ik de media in de breedste zin van dat woord. Dus de meeste, als je kijkt, de NRC hoort ook tot de media. En de Volkskrant en de Trouw, dat hoort allemaal tot de media. En er zijn ook keurige televisieprogramma's, zoals we allemaal weten. Maar tegelijkertijd is er een hele wereld daarbuiten... Niet waar, die rare sentimenten opwekt en mensen tot raar gedrag brengt. Nou, denk aan het anti-covid gebeuren, de anti-covid sentimenten. Volkomen onredelijk, tegen alle redelijkheid inkoersend. Ja, maar er wordt toch vaak gezegd, er is toch zo'n quote van, ja, de democratie is niet ideaal, maar het is wel het beste alternatief van alles wat we hebben. Ja, op het moment dat dat gezegd was, werd dat ongetwijfeld juist. Maar dat was natuurlijk ook op het moment dat men nog niet kon voorzien, niet waar wat voor eigenaardige rol de media zouden gaan spelen. In een sterke, nou, hoe moet je dat zeggen, elektronisch gestuurde wereld. De rol van de media is totaal veranderd. Hè? Yvonne Kolderweijer is een prominente Nederlandse vrouw geworden. Grappig dat je die naam kent. Ja, dat ik dat weet, dat is al een godswonder. Dat heb ik van Emma Wortelboer geleerd. Ja, zij is een, hoe heet dat ook alweer? Influencer. Ja. Nee. Ja, op een Juice kanaal. Ja, Juice, dat ze het heet, het is sap. Ja. Dat klopt ook, het is onaangenaam sap, giftig sap is het. De nieuwe roddelkanalen wordt het ook wel genoemd. Precies. Ja. Ja, we hadden allemaal RTL Boulevard en we hadden shownieuws en privé. Ja, en die bleken dus gewoon nog weer te netjes te zijn. En dit is nog weer helemaal zonder enige vorm van check of double check. Of hoor en wederhoor, lul je maar een eind weg. En dan bovendien al die rare mensen waar dat over gaat. Dat je ook denkt van, ja, zou het niet verstandiger zijn om die zoon van André Hazes in een psychiatrische inrichting op te nemen? Ja. Lijkt mij van wel. Maar in deze wereld speelt hij een prominente rol. Ja, het gaat altijd over mensen die vreemd gaan. Whalen laatst, dat wordt dan op zo'n kanaal, zo'n news kanaal gezet. Oh, dat wist ik dan nog niet. Ja, dat maakt ze dan. Dat ik vind het hem graag. Dat hij vreemd gaat. Ja, heeft ze goed recht, toch? Nee. Ja, nou, is dat verboden in Nederland? Ik bedoel, zijn er wettelijke regelingen? Ja, vroeger was het heel erg, maar nu niet meer. Ja, nou ja, het morele kompas. Misschien doet hij aan polyamorie, weet ik veel. Ja, dat zou kunnen. Dat weten we niet. Maar die Yvonne Kolderweijer brengt dat. En dan is natuurlijk iedereen dan boos naar. Die jongen van Nick en Simon, die werd ook genoemd. Ja, zal ik je zeggen wat ik ervan vind? Nou? Het interesseert me totaal niks. Echt nul. Iedereen mag van mij vreemd gaan tot hij er het onderste boven van hangt. Het kan me echt totaal niet. Wat kan het ons in godsnaam schelen dat Welon vreemd gaat? Dat is toch. Dan ben je toch knetter als je dat interessant vindt. Ben je toch niet goed snik? Nou, maar mensen smullen daarvan. Smullen daarvan. Nou, ik gun ze graag een taartje, maar ik vind het een heel vies taartje bovendien. Een oninteressant taartje. Ja, maar mensen zitten dan tussen hun saaie werk te lezen en die denken dan, Yvonne, daar ga ik nog eens even naar kijken of ze nog wat nieuwtjes heeft. Nou, daar moeten ze zich toch wel een beetje schamen, vind ik. Hey. Het zal niet, ik denk dat het voor onze luisteraars in het algemeen niet geldt, maar er is een hele groep Nederlanders die dat wel. Nee, voor onze luisteraars geldt het zeker niet. Dat zijn zonder uitzondering natuurlijk, toch mensen met een uitzonderlijke talenten. En in de uitzonderlijke intelligentiequotienten gaan ze maar door. Maar nee, het is een dolle wereld natuurlijk. Wat zei je? Hoe heet ze ook alweer? Yvonne Kolderweijer, maar Emma Wortelboer. Wat vertelde die daar dan over? We hebben toen zo'n pilot gemaakt voor een programma. Oh, dat is al een tijdje terug. Ja, daar heb ik al volgens mij wel eens van verteld. Ja, klopt. En zij was enorm geïnteresseerd in die Juice-kanalen. Ja. Dus we zijn daar bij zo'n jonge man ergens in een... God, ik ben nog allemaal vergeten waar het was. En die zond had ook het idee zo'n uitzendingtje terwijl wij ernaast stonden. Ja. Dat ging natuurlijk ook weer over mislukte relaties of zo. Ik had van die mensen nooit gehoord waar het over ging. Ja. Want dat is natuurlijk een ander wonderlijk feit. Het gaat steeds over bekende Nederlanders waar ik nooit van gehoord heb. He, er zijn een paar bekende Nederlanders. Ja, die ken ik wel. Mark Rutte, die ken ik wel. He, maar dit gaat vaak over. Het is maar een raadsel. Ook wat je op Google News leest. He. Ik zou maar zeggen,
Vrouwtje Jansen verwacht een kindje. Dat is ook zo gek. Ze verwachten altijd dwergachtige wezentjes, kindjes. Ze zeggen verwacht een kind. Zo is dat. Maar goed, nee. In die wereld verwacht je alleen kindjes. En dan denk je, wie is dat in godsnaam? Nooit van, waarom zou ik dat moeten weten? Dat die mevrouw waar ik nog nooit eerder van gehoord heb een kind verwacht. Wat kan mij dat schelen? Wat mij betreft krijgt ze 17 kinderen. Het kan me echt totaal niks schelen. Maar het wordt gepubliceerd omdat er een doelgroep voor is. Ja, dus het enige wat erop zit is dat je daar geen kennis van neemt. Nee. En dat je zorgt dat je serieuze media gebruikt. Die zijn er natuurlijk wel degelijk. Ja. Wat blijft er eigenlijk over als de democratie weg is? Stel dat die ten onder gaat. Wat hebben we dan? Nou, dan hebben we nog steeds een democratie. Dat systeem zal nog steeds democratie heten. Daar zijn er ook enorm trots op en zo. Maar het is op een zodanige wijze is het gestroomlijnd en gedigitaliseerd. En laten we zeggen, zijn de kansen van de kiezers om daadwerkelijk invloed uit te oefenen zo zeer handig beperkt geraakt. Dat er eigenlijk geen democratie meer is. Orbán. En wordt enorm bewonderd ook van rechts in Amerika. Rechts in Amerika heeft in Hongarije notabene een conferentie gehouden. Omdat ze zulke bewonderaars van Orbán zijn. Ja, en Orbán heeft de democratie in Hongarije zo veranderd. Dat hij eigenlijk min of meer zeker weet dat ook wanneer hij verkiezingen verliest. Dat hij eigenlijk nooit meer een verkiezing kan verliezen. Daar komt het eigenlijk op neer. Poetin in de eerste jaren. Hetzelfde idee. Dus je stroomlijnt je democratie zodanig dat er wel verkiezingen zijn, maar die zijn eigenlijk betekenisloos. Maar is het dan niet een dictator, wat je dan overhoudt? Zo kun je het ook noemen, maar dat is een heel anders, een moderne dictatuur. Dus de moderne dictatuur die wandelt in het jasje van de democratie. Hmm. En daar zou Mark Rutte de leider van kunnen zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, ik heb allerlei bezwaar, zoals je weet, tegen Mark Rutte, maar hij is niet van plan om de, laten we zeggen, het gangbare parlementaire democratie af te schaffen. Nee, daar is ook in Nederland op dit moment geen sprake van. Oké, maar je omschrijft wel een bedreiging in de toekomst. Ja, dat hebben we het wel eens eerder over gehad. In verband met die mensen die op beweerden dat ik bang was voor de BBB-mevrouw. Ik ben helemaal niet bang voor de BBB-mevrouw, maar ik ben bang wel voor populisme. Hmm. Handig georganiseerd, fijn opgetrommeld, muzikaal begeleid populisme. Ja, daar ben ik wel bang voor. Er was een columnist van Elsevier, hè, die zei dat jij bang was. Die schreef dat toen een keer. Ja, die heeft ook een keer aan de slimste mens gedaan. Ik weet zijn naam even niet meer. Die heeft aan de slimste meegedaan en die is nu columnist bij Elsevier. En die schreef toen dat jij bang was. Ja, nou weet ik het weer. Ja, ik ben zijn naam vergeten. Sorry, ik ben zijn naam vergeten. Ja, hij vond dat ik niet aardig genoeg was geweest tegen hem bij de slimste mens. Oké, en toen kreeg je een column daarvoor cadeau. Ja, ja. Okay, zo werkt dat schijnbaar. Ja, okay. Nou ja, hij moest natuurlijk ook zijn brevet, hij moest zijn Elsevier brevet moest hij natuurlijk halen. Ja, hij is vrij nieuw daar inderdaad. Ja, ja. Dus hij, ik zou dat ding weer uitzetten. Ja. Het produceert akelige, ruik je het niet? Ja, ik ruik het, ja. Maar ik dacht even voor het accu'tje. Oh, voor het ik accu'tje. Denk dat het de benzine is, of niet? Ja, die, denk het wel, ja. Ja, die komt dan de wind staat deze kant op, ja. Daar doe ik hem weer. Is het accu'tje weer opgeladen? Nee, het laat niet op, maar ik heb achterin nog wel batterijen liggen, hoor, als het leeg gaat. Dus, ja. Nou ja, we moeten het vol. Ik moet je altijd zo'n... Ik heb ook trouwens wel batterijen ergens nog liggen, volgens mij. Heel eigenaardig. Mijn iPhone is tegenwoordig eigenlijk al leeg. Als je heel hard iPhone zegt, is die leeg. Ja, dat heb ik ook. Hoe komt dat? Dan is de accu is... Dat is pas 4 jaar oud. Ja, maar dan heb je hem te veel opgeladen, denk ik. Ja? Denk ik wel, ja. Kijk, hier zijn nog wat batterijen. Ik weet niet of die volgen. Nou, ik ben er goed klaar mee. Ja. En kun je er dan een nieuwe batterij in laten zetten of niet? Ik zou gewoon een nieuwe telefoon bestellen. Ik moet zeggen dat ik ze nogal duur vind. Ja, maar dan komt zo meteen weer. Er is weer een nieuw model gepresenteerd. Dat komt volgens mij weer in september. En dan kun je dan dat model weer bestellen. Oh, dan misschien moet ik dat dan doen. Ja. Hey, wat was er nou met Eus in die uitzending van de week? Ja, ik heb beloofd dat ik daar niets meer over zou zeggen. Oké. Dus daar hou ik me aan. Oké. Dat was een relletje, maar daar ga je niks meer over zeggen. Oké. Laat ik het kort samenvatten. Ik heb mij niet verstandig gedragen. Oké. Goed. Wat ik nog over de Floriade trouwens wilde zeggen, hè? Want jij zei van het heeft niets opgeleverd. Dat wilde ik inderdaad nog zeggen. In Venlo zeiden ze, we hebben toch daardoor extra snelwegen gekregen, bedrijvigheid. En dat wordt nu in de negatieve berichtgeving niet meegenomen. Maar het levert wel degelijk wat op. En ik begreep nu ook dat volgens mij de provincie Limburg had gezegd, we willen dat wel nog een keer organiseren.
Want het heeft ons veel opgeleverd. Ik zou zeggen, dan stop het geld wat je dus verloren hebt op die Floriade, stop dat dan meteen in die snelwegen. Hè, dit is meer het bekende verhaal van dat de landing op de maan, dat die toch zoveel ontzettend veel nuttige technologische nieuwtjes had opgeleverd. Hè. Ik zou zeggen, dat kan je beter doen als je voor elk technologisch nieuwtje schot en de maan moet organiseren. Men bedoelt eigenlijk, je moet eerst een vrijbrief hebben om gigantische hoeveelheden dollars of wat van ook voor geld dan ook te besteden. Zodat je dan ergens in dat bestedingspatroon ruimte hebt om iets wat je te ontwikkelen waar je anders geen geld voor krijgt. Nou, dat moet beter te organiseren zijn. Waarom zou je in godsnaam een evenement wat tientallen miljoenen euro's kost organiseren om een nieuwe rotonde bij Venlo te krijgen? Dan zie ik de ratio niet van in. Ja, het was iets minder een rotonde, waar echt snelwegen. Dat was volgens mij duur om dat aan te leggen. Ik kan me niet voorstellen dat er een snelweg is aangelegd vanwege de Floriade in Venlo. Daar geloof ik echt geen kloot van. Nee, maar extra snelweg. Als dat zo is, dan is Nederland nog gekker dan ik toch al gedacht had. Ja, ja. Heb je nog eigenlijk op het podium gezeten met interessante mensen bij lezingen? Met interessante mensen? Of is het altijd, ben je altijd alleen? Is het altijd Maarten? Ik ben altijd alleen. Oké, dus niet zo dat bijvoorbeeld Mark Rutte nog uitgenodigd wordt of zo om met jou in discussie te gaan? Nee. Of Hugo de Jonge? Nee. Ik heb wel eens gehoord dat mensen het geen prettig idee vonden als ik zou komen om dan met mij in discussie te gaan. Terwijl ik vind discussie altijd ontzettend leuk. Maar ja, meestal ben je alleen natuurlijk. Je komt een lezing houden. Ik was, waar was ik gisteren? In Arminius in Rotterdam. Hele leuke ambiance. Het is een kerk. En er was een vrij redelijk publiek opgekomen. Dus dan hou je een verhaal over wat jij denkt dat op dat moment belangrijk is. Dat is ook heel fijn. Ze laten het onderwerp altijd helemaal vrij. Wat heb je niet weer Pim Fortuyn voorgesteld, toch? Nee. Ik heb ze eigenlijk niks voorgesteld. Ik heb een korte introductie gehouden over de boeren. En gevraagd wie er op de hand van de boeren was. Nou ja, dat had ik gevraagd nadat ik al duidelijk had gemaakt wat ik van de boeren vond. Dus er niemand stak zijn vinger op. Dat ik ook dat verschijnsel zo gek vind dat tot voor kort in Nederland een betrekkelijk brede fractie is van. Het schijnt dat die boeren, als ze met die stomme trekkers voorbij rijden, dat ze dan een opgestoken duim krijgen. Nou ja, dat mensen enorm veel sympathie voor ze hebben. Ja, dat is toch. Dat ligt, sorry dat ik het weer zeggen moet, aan die media. Niet kritisch genoeg op deze zaken reageren. Maar de koning ook, hè? De koning was ook heel positief. Ja, je ziet dat hij ook een eenvoudige tv-kijker is die niet na kan denken. Maar goed, dat is geen nieuws. Nee, maar daar beïnvloedt hij misschien wel het debat mee. Dat zou kunnen. Maar je vindt, vindt het tegenvallen dat zoveel Nederlanders niet zo kritisch genoeg zijn naar de boeren? Ja. Als ze zich even zouden verdiepen, niet zo heel lang, is noodzakelijk. Dan zouden ze kunnen begrijpen dat de veehouderij in Nederland niet sinds gisteren of vorige week of sinds 5 jaar, maar in feite al decennia volledig over de top is geraakt. Ja, ja. Het viel mij wel op dat politiek daarna redelijk insgezind was over de acties, ook de BBB-mevrouw. Ja, dat was heel opmerkelijk. Ook de BBB-mevrouw durfde niet te zeggen van prima gedaan en ga zo door. Nee. Het lijkt wel of het afgesproken is. Alleen Forum vond het een goed idee, geloof ik. Ja, maar goed. Ja, dat is. Nou ja. Het is goed dat je zo reageert. Het Maar het lijkt wel of het een appgroepje is van jongens, laten we eventjes in Den Haag. Laten we even het sentiment. Laten we niet weer tegenover. Ik denk eerlijk gezegd dat toch ook in de Kamer. Ik was verbaasd. Daar hebben we het vorige week en volgens mij de week daarvoor over gehad. Niet waar, hoe lauw en slap op deze zaken werd gereageerd. En plotseling, kennelijk pas bij die tweede editie van de Dag des Doods, of hoe het mogen heten, zijn ze daar wakker geworden in dat parlement. En nu waren ze allemaal tegen, ja. Had ook wat eerder gekund. Ja. Maar denk je dat het uit de hand loopt bij Schiphol? Ik begreep dat tal van Kamerleden dat die überhaupt niet naar zo'n boerenmanifestatie kunnen, want dan wordt hun veiligheid bedreigd. Ja. Dat is toch idioot? We hebben het ook over gehad, hè? Ja. En ook verslaggevers en politici. Dat klopt, die man van D66 kon niet gaan. Dat klopt inderdaad, ja. Maar denk je dat het vrijdag of maandag uit de hand loopt op Schiphol? Als daar iemand die boeren... Dat zou best kunnen. Ja. Ja. Ik hoop dat ik weg ben. Canada. Ja, je moet ook een beetje egoïstisch zijn natuurlijk. Het zou me niet verbazen als het fors uit de hand zou lopen. Of ja. Het kan ook zijn dat de boeren nu ook eigenlijk heel langzaam beginnen
zich te realiseren dat ze bezig zijn natuurlijk om alle sympathie te verspelen. Dan ben je toch knetter als je dat interessant vindt. Ben je toch niet goed snik? Wie was een Jood? Iedereen was een Jood die 3 Joodse grootouders had. Geniet ook op vakantie van de warme stem van Maarten van Rossum. Maar had je maar 2 Joodse grootouders, dan was het weer afhankelijk van andere factoren. Bijvoorbeeld of je inderdaad daadwerkelijk de Joodse godsdienst beleed, of dat je getrouwd was met een Joodse echtgenote. Dus dan waren er voorwaarden aan verbonden. Download het luisterboek over Hitler via de link in de beschrijving.